Jij wilt toch ook niet terug naar Achterstegen, Elf? Nee, gewoon niet eerlijk. Oh,
In Tante Jeltjes huis. En we eten hier heerlijk. Van Tante Jeltjes centen. En we kunnen hier lekker onder de boom zitten. Op Tante Jeltjes grond. Dit is onze kans. Alles is nu van ons. Kom, alles schep, dan gaan we naar gat. Zo, oude heks. We begraven je lekker bij de bank waar je zo graag op zat. Thank you.
Denmark. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Wij wilden graag uw lieve tante spreken. Oh, dat zal niet gaan. Nee, dat zal niet gaan. Hoezo zal dat niet gaan? Is uw tante soms ziek? Of is er iets anders met haar misschien? Nee, hoezo? Oh, niets. Tante Jeltje is op reis. Op reis? Nou, beter gezegd, ze is geëmigreerd. Ja, geëmigreerd. Naar Canada. Naar Mexico. Ja, naar haar zuster. Vanmorgen vroeg is ze vertrokken. Naar Mexico. Wat leuk! Dus er is helemaal niets met haar aan de hand? Nee. Ze was alleen een beetje stilletjes gisteravond. Er was alleen een foto. Wel, dan gaan wij maar weer. Tot ziens. Staat ze maar.
archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat een burcht heeft gestaan op een terp. Zo. Waar de vrome ridder Alderik heeft gewoond. Nou. Ja. Een vrome ridder? Dat is mooi materiaal voor ons boek. Ja. 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 Ja, maar dit was helaas niet hier, maar in Burgtamar. Verder zijn er bij opgravingen gouden munten gevonden met beeldtenissen van Romeinse keizers. Oh. Hetgeen mogelijkerwijs duidt op handelsbetrekkingen met de Romeinen. Oh, wel. Romeinen, dat is interessant. Ja. Een mooie titel. Ja. Steen dan maar op de resten van een oude Romeinse nederzetting. Oh, oh, ja. 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 Ja, maar ook dit was helaas niet hier, maar in Romeinalmarkt. Nou, de meest interessante vondst vond ik wel dat er fundamenten zijn gevonden van een oude abdij. Een abdij? Dat is fantastisch! Steen nou maar op de fundamenten van een abdij. Dat is echt fantastisch. Ja, maar nogmaals was dit niet hier, maar in Abdijalmarkt. Ja. Mooie verhalen, Jost, maar wat is er dan wel bekend van de oudste bewoners van Steenamar? Nou, niets. Oh. Nou, niets aardigs. De mensen die hier woonden waren heidenen. Ze aanbaden goden als Donar, Wodan en Freya. En ze moesten niets hebben van het christendom. En toen, op een kwade dag in het jaar 925, hebben ze alle monniken van de abdij vermoord. Gestenigd zelfs. Met de 7 grote kei die vandaag de dag nog steeds op ons marktplein liggen. Vermoord? Nou ja, allemaal onzin natuurlijk. Ik heb een dol idee. Op het land van Jeltje Joringa staat een enorme eik. Als we daar nou een heilige eik van maken. Dat deden die heidenen wel vaker. Dan hebben we behalve watersporters een andere doelgroep. Rally-toeristen. Pardon. Een dergelijke boom staat al ergens en dat is niet hier. Nee, zeker in Eikenmar. Ja, inderdaad. En daarbij, de boom op het land van mevrouw Jozinga is geen eik, maar een beuk. Maak dat nou weer. Oh, nou dat kan ik wel uit. Yes. Bedankt. Dat van die relietoerist is een geweldig plan, Soren. En vanaf nu is die beuk een eik. Ja, ja, ja. Nou, helemaal goed. En een moord. Een steen ging er wel. Schijnt onze nominatie dan niet? Oh, wel nee. Dat was eeuwen voor Christus. Pardon? 925 na Christus. Oh god. Het is gewoon een aardige anekdote. Wij schrijven onze eigen geschiedenis. Ja, misschien een gratis app. Met informatie over die dode Christus. Nou, ik weet niet of we dit wel historisch kunnen. Idee taken van die app. Jij gaat dat regelen. Jullie hebben nu de taak om ervoor te zorgen dat er geen rare dingen gebeuren in Steenamar. Totdat die tv-ploeg geweest is. Komt helemaal voor elkaar, burgemeester. Okay.
wat je merkje was. Nee, de inscriptie. Er staat toch eens op geschreven? Oh, maar wat staat er op geschreven dan? Zal ik even voor me? Ja. Deze vuilnisbak is speciaal geplaatst voor Jeltje Joostinga, die dit land schonk aan de gemeente Steenema. Zo, schonk nog wel. Maar dat lijkt wel een graftekst. Oei, jongens, ik ben er toch zo zenuwachtig over. Stel dat we zien, stel je dat nou toch eens voor. Eerste in het land die hem ziet! Stil nou toch! Anders vliegt hij nog weg! Wat vliegt er weg? Zeg toch! Kijk! Kijk daar tussen die takken! Ja, welke takken? Ik zie zoveel takken! Hey, oh, ik zie een vogeltje met een graag wit gestreept wefje dan. Oh, dat is hem! Dat is hem! Dat is hem! Stil nou toch, mens! Het Spar zal mijn naam dragen.
het Wilma Rotstra Park. Als er iemands naam zou dragen, dan is het die van mijn tante. Die heeft al een vuilnispark. U krijgt hoogstens een straatje. Het Wilma Rotstra. Hier zou ik maar niet op ingaan. Nee. Hebben een contract. Alles is helemaal legaal. Ik denk toch niet dat ik daar intrap. Dat contract is vals. Geen aandachtelijkheden. Denk jij niet dat wij onze gewoon zomaar laten afpakken? Op valsheid in geschriften staan behoorlijke straffen. Ik ben de neef van mevrouw Josinga. Ach, ja.
neef van mevrouw Jozega. En dat is je zuster, niet waar? Ja. Is een klein dorp als Stenemaar. We kennen elkaar allemaal natuurlijk. Hebt u het al gehoord? Stenemaar is genomineerd tot de veiligste gemeente van het land. Als bankdirecteur is het natuurlijk geweldig om in zo'n veilige gemeente te wonen. Nooit een overvalletje. Maar, hoe is het met die tante? Mijn tante is geëmigreerd, dus daarom wou ik... Geëmigreerd? Ja. Naar Mexico? Ah, nu begrijp ik het. Die Jeltje, helemaal naar Mexico. Het was een knappe meid vroeger, die tante van jullie. Ik had nog wel een oogje op haar en... Ik was niet de enige. Naar Mexico, vandaar dus. Vandaar wat? Een paar maanden geleden heeft ze al haar geld van de bank gehaald. Banken kunnen zomaar omvallen. Ze zei, ik was zelf op mijn geld. Ik heb mijn eigen bank. Dus ze heeft... Er staat niks op mijn rekening? Niets? Ze heeft helemaal geen bankrekening meer. Dus ze heeft geen bankrekening meer, maar ook geen kluis? Ook geen kluis. Nou, eigenlijk niks. We kwamen zomaar even langs. Oh, nou dat was gezellig. Heeft u er goed aan uw tante? Als u haar schrijft, dan ga ik weer aan het werk. Wat een rotstreek! Ze gunt ons ook niks. Wat heeft ze met haar geld gedaan? Ze heeft het vast in dat mooie kistje van haar gestopt. Dat kistje met al het goud erop. In haar mooie kistje? Heb je dat gezien, Neeltje? Weet je waar dat kistje is? Is het natuurlijk verstopt. Waar? Wat weet ik niet, denk na, Neel, denk na! Dat weet ik echt niet! Ze zei, ik verstop het op een plek waar jullie het nooit kunnen vinden. Weet je, Neeltje? We moeten het zoeken. En als we heel goed zoeken, dan vinden we het vast. Ik zal je helpen, Jel. Want ik kan heel goed zoeken. Ik ben bang, Charlie! Er is helemaal niks over spoken in de app!
rust wat onder het vuilnisvat. Ja, meneer Grijfmeeltje? Nee? Nou, ik vind het anders wel echt iets voor jou. Wie heeft dat anders gedaan? Weet ik niet. Misschien een geest! Het is niet grappig, Neeltje. Ik heb het niet tegen me gezegd, hè? Nee, dat is ons geheim. Ja, en dan moet er zo blijven, want als hij uitkomt... Maak je daar maar geen zorgen, Charles. Ik zei dat het grappig. Kijk eens aan. Jullie moeten die hele verre nevennicht van Jeltje zijn. Aangenaam. Leenders opvidder. Hallo. Oh, en wat een schattig hondje. Ja, hè? Ja! Nou, dat is wel een baaks hondje, zeg. Wodan is zo baaks als een leeuw. Nou, zeg. Kijk eens aan. Wat hebben we hier? Een mooi stukje grond, zo aan dat meer. Oh, en dat huis? Ziet er ook niet verkeerd uit. En oh, die aanlegstijger. Daar kan mijn boot mooi komen te liggen. Een prachtlocatie. Die Jeltje, die heeft niks overdreven. Weet je wat? Ik denk dat ik mij hier prima thuis zal voelen. Thuis voelen? Heeft ze jullie niks verteld? De ondeugd. We hebben al heel lang een relatie met elkaar. Via internet. En ja, voor de wat hoger opgeleide. Een prima site, het klikte meteen tussen ons. Dus heb ik de knoop doorgehakt. En heb ik besloten om samen te gaan wonen. Samen wonen? Ja, samen wonen. Ik heb al mijn bezittingen meegenomen en kijk aan, hier ben ik dan. En dat zijn al uw bezittingen? Ik had natuurlijk veel meer, maar dat heb ik weggegeven. Aan de armen. Aan de armen? Ja, aan de armen, ja. Mijn frigidaire. Met ingebouwde ijsklontjesmachine. Mijn jacuzzi. En mijn sportwagen. En al mijn marmeren beelden uit mijn tuin. Ja, alles dus. Ja, kijk, Jeltje heeft dat natuurlijk ook allemaal. En het is zo onzinnig om dat allemaal dubbel te hebben. En uw boot? Wat? Oh nee, die heb ik ook weggedaan. Dat vond ik aardiger voor Jeltje, want dan kan ze mij wellicht verrassen met een nieuwe boot. Want nou, als jullie Jeltje even gaan halen, ik heb al wat foldertjes meegebracht. Dat zal niet gaan. Nee, dat zal niet gaan. En waarom zal dat niet gaan? Proef Jeltje is er niet. Nee, ze is geëmigreerd. Geëmigreerd? Ja, naar Canada. Naar Mexico, ja, daar woont haar zuster. Ja, vanmorgen vroeg is ze vertrokken, nou, dus nou, wij moeten maar gaan. Hé, dat gaat zomaar niet. Ik heb al mijn schepen achter mij verbrand. Uit liefde voor haar. Ze heeft me bedrogen! Nou, ik heb het recht om hier te wonen. En er wordt gegaan naar de boering. Nou, ik ga stap ondernemen. En dat wordt flink betaald. En trouwens, jullie twee vertrouw ik voor geen cent. Wat hebben jullie met dat mens gedaan? Dat u nu weggaan, meneer Optiller. Maar dus dan stuur ik mijn hand op u af. Oh, nee. Oké. Ik ga al, maar ik laat het hier niet bij zitten. Als jullie dat maar weten. Ja. Schandalig! Wat denkt tante Jeltje wel niet? Dat ze zomaar relaties kan aanknopen met wildvreemde gelukzoekers die dan allemaal eens de voet komen opwijzen. Nou, ik dacht het niet! Dacht het ook niet? Ja.
eens denken. Debbie. Dat deze gemeente wel eens onveiliger zou kunnen zijn dan zij willen doen voorkomen. Niet? Zeit. Om wat vragen te stellen. De eerste, de heer
directeur zonder vaste woon- of verblijfplaats was nogal opgewonden. Hij vroeg zich af wat Sjaak en Jeltje met Jeltje Joving aan gedaan hadden. Vroeg hij dat? Zeiden ze dan niet dat Jeltje geëmigreerd is naar Canada? Mexico. Val maar niet steeds in de reden, zo hoor! En wat waren die andere twee verdieners? Die andere twee kwamen me vaag bekend voor. Ze hadden een buitenlands accent. Duits, zou ik zeggen. De ene heette Stefan Dirk. En de andere Harry Klein. Nooit van gehoord. Eén van jullie? Nee, nou, ze hebben de twee mooiste kamers van het hotel gehuurd. Zo, en de hoteleigenaar Mons Bretje vertelde dat ze alsmaar vragen stelde. Over Jeltje, over haar familie, over Mexico, het nieuwe stuk land, en ook over u, burgemeester. Over mij? Goed, ik wil de vergadering nu sluiten. Lievertje, zo omhoog. Oh ja, en Rianne. Ja? Nog even. Jarig ben je voortaan maar in je eigen tijd. Die Terry, dat zegt mij wel iets. Dat is een detective. Detective? Wat komt hij hier doen? Geen idee. Misschien zijn ze ingehuurd door de commissie Veilig de gemeente van het land. Oh. Luister, alles wat hier besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Jullie hebben een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van mij en de gemeente. Zorg ervoor dat het die Derek en zijn compaan aan niets ontbreekt. Breng ze een Fries suikerbrood. Een fles Berenburg, en droge worst en dat soort Friese zaken. Ja. En bied ze een vaartochtje aan op het scootje van de gemeente voor een paar dagen. No. Maar en kom pas terug als de tv-ploeg geweest is. Ja. Zorg ervoor dat ze zo min mogelijk vragen kunnen stellen. Goed. En als ze vragen stellen, dat ze de goede antwoorden krijgen. Ja. Goed. Als jullie je werk goed doen, krijgen jullie allebei een opslag. En hier, dit krijgen jullie nu vast een rangetje omhoog. Maar nogmaals, mondje dicht. Komt helemaal voor elkaar, burgemeester. En wat doen we met die andere gast? Daar zorgen wij wel voor. Goed, we zullen uw vertrouwen niet beschamen, burgemeester. Ik denk dat wij eens een hartig woordje met die andere indringer moeten gaan praten. Ik wil op de televisie. Ik heb een nieuwe jurk gekocht en ik heb de kapper besproken. En dat laat door niemand benerven. Ze denken toch zeker niet dat ze de boel hier zomaar in de war kunnen schoppen. Laat dat maar aan mij. Oh,
een nieuwe jurk. Een nieuwe jurk. En een nieuwe speld in je haar. En een nieuwe ketting. Hoe kom je eraan? Nou, je hebt het kistje gevonden, hè? En je bent meteen naar de winkel gerend, hè? En je hebt meteen het nieuw gestoken, hè? Nou, mooi, je zou... Ik heb het helemaal niet. Wat ze erin zo zorgen gestopt? Waarom heb je niet tegen mij gezegd? Ik heb het kistje helemaal niet gevonden. Anders had ik het heus wel gezegd. Er stond op zolder een grote koffer met allemaal mooie jurken erin en daar heb ik deze uitgestopt. Want die juiste kast er nu toch niet meer aan en hij past er precies. Is hij niet prachtig? En dat kistje zat wel om je koffer? Nee, ik heb die koffer helemaal leeg gehaald. Er zaten alleen maar kleren in. Moet ik zelf ook maar eens op zolder gaan. Je houdt die verborgen voor mij. Sjoen, dat ik u tref. Ik wil gern een paar vragen stellen. Mooi kleid heeft u aan. Nee, nee, aber mooi. Staat hij goed, niet? Hij was van tante Jeltje. Ja, ja. Die tante Jeltje. Wo is die eigenlijk? In Mexico, naar zuster. Ja, schön. Und zo plotseling? Oh, nee, nee, ze was al heel lang van plan. Maar wij mochten niet zeggen. Ja, ja. Ach, zo. Hier, ik heb een verrassing voor jullie. Ja. Oh, welkom, wat leuk dat je er bent. Welkom, welkom. U bent de eerste bezoeker sinds ons nieuwe park geopend is. En namens de gemeente mogen wij u deze mantel vol met oud-Friese lekkernijen aanbieden. Te weten, Frieske nagelkaas. Frieske nagelkaas. Frieske dumkes. Frieske dumkes. Frieske droge worst. Frieske droge worst. Frieske suikerbrood. Frieske suikerbrood. Frieske lever van Frieske zuivis uit het Frieske meer. Uit het Frieske meer. En niet te vergeten, een heerlijke fles Frieske Berenburg. Frieske Berenburg. En om dit alles te nuttigen. Hebben wij er nog Friese aardewerk, Friese bestek, Friese glaasjes bij gedaan en natuurlijk een bont gekleurd Friese picknickkleedje. En dat is nog niet alles. Wij mogen u bovendien namens de burgemeester een tochtje aanbieden in een Friese scootje over het Friese meer. En wij gaan mee als gezelschap. Ja? Nou? Wat een net gebaar van die gemeente. Niet eigenlijk. Ganz toll. Dan zullen we gaan eigenlijk naar uw hotel. En daarna kunt u gelijk geen klaar. Ach, jij bent niet zo bescheiden, hè? Ik ken niet zoveel zegs van melk. Volgens mij kijk je te veel televisie. Is het spoken? Thank you.
bouwen? Oh, dit de boom. Hij, is dat niet de boom van de werkende lulhartje? Zal die er nog zitten? Ja. Ik zie hem niet, joh. Maar ik ga verdomme op! Oh, die kroontjes! Oh, ik speel! Naar de straat achter! Kom naar de deur! Oh, je wil niet aan mij! Kom op, Leef! Ja, wacht maar! Ja, meneer, je mag ze wel nog een beetje netjes neerleggen, hoor. Hoezo netjes neerleggen? Leggen is toch gewoon leggen. Je moet er een compositie van maken. Een competitie? Compositie! Dat doen we een beetje leuk uitschakel. Zeg dat dan. Jeetje, wat een zwaai kaaien. Daar kan je iemand mee doodgooien. Maar dan heb je ook een hele grote kus van je moeder. Ja, de steen worden net onder de boven. Nou, ik stel me eigenlijk wel de klinische... Oh, hey, is het er eens? Wat? Prima. Wisselaar. Oh, maar we moeten er even opschieten. Over een kwartiertje is de opening al met de burgemeester en zo. Oh, daar zijn de kinderen! Ik heb een eer voor jullie, hè? Jullie volgen maar. Luister. Jullie gaan zo staan, hoe dit hij staat. Ah, moet ik toch even niet rechten, het is een bus. We hebben afgesproken dat het van de buurman aan het heilig is. Een heilig. Nou, en dat gaan we nu niet rechten. Ja, ja. Nou, dan moet ik nog even een kant tekenen. Ja, maar die score is een zit nou. Voor Jos. Nou, jullie gaan dus staan. Nee, wacht. Nee, wacht. Jullie gaan hier staan en houden het lint gespannen. We gaan het even oefenen. Ja. Ja, zo. Ah, Sega. Goedendag. Vindt u niet fantastisch, dominee? Onze actiegroep heeft het lang gezegd dat de steen onder de heilige eiken is. Inderdaad. Ik dank de heer voor het historische punt. Nou, historisch, historisch. Er zijn wel christenen vermoord in 1925, maar dat was niet hier. Ik kijk ook als je nog ons marktplein en ik heb die godsnakende zware tyfuskei voor niet wel jouw god gevonden. Zonder naam des heer niet ijdel gebruiken, mijn jongen. Nou, persoonlijk denk ik dat God het wel goed is. Ja, ik heb een hele mooie competitie gemaakt. Of competitie! Dan moet je er even beter aan. Zou de dominee al een foutjes net hebben gedacht? Wat heb ik in mijn nest? Die dominee, hè, die dacht de hele tijd in mij. Dankzij uw lieve tante is het park weer. Het wachten is nu op de burgemeester die de officiële handelingen zal verrichten. Persoonlijk heb ik mijn twijfels bij die schenking, daarom zou ik het contract graag op u willen inzien. Weet je maar van mij aan, dat is allemaal keurig in orde. Dat kunnen we aan zonneslijming gaan overlaten. Nou, dat is het nou juist, die zonneslijming. Ah, de burgemeester! Dag man! Lieve stadsgenoten! Hoor, er is niets! Stadsgenoten, wij zijn hier bij elkaar om de opening te vieren van dit prachtige park. Applaus! Ja, applaus! Ja, ja. Ik moet u zeggen dat dit vooral te danken is aan de inspanningen mijnerzijds, die mevrouw Jeltje Jozinga hebben doen besluiten dit historische stuk grond aan de gemeente te schenken
vlak voor haar vertrek naar Mexico. Applaus! Om haar te danken voor dit royale gebaar, hebben wij gemeente iets terug te moeten doen in de vorm van deze zeer vrij vormgegeven vuilnisbak, die voortaan haar naam zal dragen en de poëtische inscriptie deze in voorzorgen. Deze vuilnisbak is speciaal geplaatst voor Jeltje Jozinga, die het land schonk aan de gemeente Stenen Bar. Applaus! Ja, dank u, dank u. Aangezien onze stadsarchivaris, de heer Mollerschuit, vandaag niet zo goed bij stem is, zal ik een kort historisch verslag doen. Pardon, ik ben prima bij stem. Nee, jij bent helemaal niet bij stem. Onze prachtige gemeente van Bogen op een rijk verleden. Reeds in het jaar 1475 kregen wij onze stadsrechten. Stenenmar is gebouwd op de oude fundamenten van de burcht van Ridder Alderik. Een zeer hoogstaand burger. Zijn wortels gaan terug tot in de Romeinse tijd. Waar we nu staan, stond een fraaie abdij van de Franciscanermonniken. Op een kwade dag zijn deze monniken overvallen door de heidenen die hier in het moerassige gebied woonden. Ze stenigen de monniken met keien die nu onder de boom liggen. En de abdij werd in brand gestoken. Ter herinnering aan deze afschuwelijke gebeurtenis is deze eik geplant. En de stenen zijn altijd bewaard gebleven. Ze hebben nu weer de plek gekregen waar ze oorspronkelijk ook lagen. Onder de heiligheid! Al deze gegevens heb ik persoonlijk voor u uitgezocht. En als kroon op al mijn werk voor de gemeente hebben wij ook nog eens een nominatie gekregen voor de veiligste gemeente van het land. Dan gaan we nu weer over naar de officiële handeling. Misschien niet zo'n vreedzaam apparaat, maar wel met een vreedzaam doel. Het is de volkslied. Thank you.
Jozinga, de zuster van Jeltje. Ik ben zojuist teruggekeerd uit Mexico om mij definitief te vestigen op mijn geboortegrond en in mijn geboortehuis. Tante Rookje? Ah, jullie moeten mij verre, verre, verre achterneef en nicht zijn. Jeltje schreef me over jullie. Ze heeft jullie gastvrij onderdak gegeven, nietwaar? Ik zal me even voorstellen. Wilma Rotstra, ik ben de burgemeester van deze prachtige gemeente en dien ten gevolge van deze grond die we zojuist feestelijk hebben gedoopt in het Wilma Rotstra Park. Ik vergis zich, mevrouw Rotstra. 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 Ik ben hier geboren en getogen. Dit huis en deze grond behoren aan mij en mijn zuster. Mijn zuster zal onze grond nooit verkopen. Uw zuster heeft deze grond geschonken aan de gemeente. En als dank voor dit genereuze gebaar hebben wij deze vrij vormgegeven vuilnisbakken haar gewijd. Geschonken, zei u? Nou, dan moet mijn zuster wel ernstig ziek zijn. Schenken zit niet erg in onze volksaard en helemaal niet in de familie Jozinga. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in. Dit is ons land. Oh, zeg maar. Mijn grootvader heeft die buurt daar nog gevonden. Daar hebben wij prachtige foto's van in ons familiealbum. Nee, 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 kwalijk. Het is een eik. Een heilige eik. En hij staat hier al bijna 1000 jaar. Beuk! En ik weet niet wie het dat bij ze heeft gemaakt, lieve kind, want het is toch echt een beuk. Mijn grootvader hield niet van eikels op zijn land. En door met je bent gulgansjes houden ook niet van eikels. Nee, gulgansjes die voelen zich vrijwel uitsluitend met beukennootjes. Ach ja, het gulgansje. Ook wel de dominee genoemd. Ja, ja, ja. Ik had een zeer bijzondere relatie met de dominee. Ja, dominee? Schandalig. Ik dacht dat mijn voorganger een respectabel man was. Keurig getrouwd en zeer godvrezend. Ja, nou. Wat is het heerlijk om weer terug te zijn. Zelfs de geur is nog hetzelfde. Oh, dear lokale. Nou, dat is vrij uitgedrukt. Ik zou het eerder strontlucht noemen. Maar, waar is Jeltje eigenlijk? Ik zie Jeltje niet. Is er iets met haar gezondheid? Of zo? Tante Jeltje is geëmigreerd. Geëmigreerd? Ja. Naar Mexico. Canada. Ja, daar komt een vriendin van haar. Oetske. Oetske Brekstra. En zo is het deel. Canada dus. Canada? Ik dacht dat het Mexico was vertrokken. Dan heb je dat verkeerd begrepen, Soren. Het is Canada. Canada. Oetske Brekstra. Ik wist niet dat je daar zo'n bijzondere band mee had. Dus, Jeltje is hier alleen nog maar in de vorm van een vuilnisbak. Nou ja, dan zal ik mijn intrek maar nemen in mijn huis. Rianne! Rekka! Wat komen jullie verdomme doen? Jullie zouden een paar dagen wegblijven. Waarom hangen jullie als tronkadellen bij om die kerels? Mevrouw burgemeester, zij zijn niet dronken, maar zij zijn zeeziek. Zeeziek? Dat hadden we niet afgesproken. Hoe kan ik nou een gemeente besturen als iedereen maar zijn eigen beslissingen neemt? Ik bepaal wat er gebeurt. En heb ik iets gezegd over zeeziekte? Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat heet werkweigeren. Ga onmiddellijk terug naar dit huis. Ja, nou, mevrouw burgemeester, dat maken wij niet. En wie bent u dan wel, meneer? Mijn naam is
Derek. En wie bent u? Ik ben Roxanne Jozinga. Ja, ja, de zuster van. Ah, uit Mexico. Uit Mexico. En uw zuster is niet bij u? Oh nee, die is in Canada. Mexico? Ja, ja. Interessant. Sehr interessant. Zo, nou, genoeg gevraagd. Iedereen moet maar eens naar huis gaan. Het feestje is voorbij. Snorstra en die betreft begeleid jullie de heren naar hun hotel. Morgen verwacht ik een uitgebreid rapport. Komt helemaal voor elkaar, burgemeester. Ik heb besloten om mijn intrek te nemen in mijn ouderlijk huis. Jullie kunnen wel op zolder slapen. Ik neem de kamer van Jeltje wel. En voor Manuel maak je ook maar ergens een kamer gereed. Manuel! Wat heb ik aan voor knecht? Als ik even niet omkijk, zit hij alweer bij de meisjes. Straks laten ze tattoos nog zien. Manuel, breng die koffers naar binnen. Personeel! Balanceren op een vlak. Een prachtige beeldspraak.
Ik zal hem onthouden voor mijn volgende trip. Oh, het zwart-witte pufje. Zo schattig. Ja. Ik zou hem dan willen vasthouden. Ja. Beheers je zich een beetje, mevrouw. Ik ken u nauwelijks. Jij nou toch? Heb je met z'n staart? Ja. Nee. Nou, zo een wippe dominee. Ja. U moet zich maar niets aantrekken van die dames, hoor, dominee. Ze zijn een beetje opgewonden. Opgewonden? En wat heb ik daarmee te maken? Er schijnt een dominee in de boot te zitten. Ach, wel nee. Die dames denken dat het een secte is. Nee, toch. Ze aanbidden een vogel. Maar, dan moet ik ze tot één keer brengen. Ja. Terug op het pad van de Heer. Weet je wat? Laten we naar huis gaan. Dan kunnen we het in ons logboekje schrijven. Oeps. Ja. En we kunnen het publiceren. Ja, we zijn er op stijl van je vrienden. Oh, daar zullen ze van opkijken. Ja, voorzeker. Jongens, morgen komen die mensen van de televisie. Oh. Ja, voor die veilige gemeente op zoek. Ja. Dan wordt het wereld weer op zoek. Oh. Ik zal het woord wel doen, hè. Daar ben ik het beste in. Nee, laat mij dat doen. Kijk, om nooit zo goed uit je woorden. Nou, nice, weet je wat? Ik zal worden. Nou! Ja, sorry dat ik het zeg, maar... Je ziet toch een beetje onaantrekkelijk uit met dat rare kop. Nou, dat is niet meer. Dat is toch een beetje meer. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Volgens mij vonden we ze wel aantrekkelijk. Een dominee, zullen we nu gewoon aan de dienst? Ja, dat lijkt ook. Heer, vergeef die arme dames, vooral die ene met die mooie bruine ogen. Dominee! Ja, ja. We staan hier op een gelijkwaardige plek. Op deze plek stierven 7 monniken. Te weten, Adalgert, Alderik, Everbert, Masterban, Roljan en Hovenman. Zij stierven tijdens de uitoefening van hun functie en wij zullen voor hen bidden. Laten wij zitten. Amen. Amen. Lieve dames. Ik denk dat God ons wel gehoord heeft. We mogen nu een glaasje port drinken, onze lieve zuster Anna. Ja, ochtend, ja. Ik heb nog zo'n lucht. Ik heb nog zo'n lucht. Ik heb Mag ik bij Goelie zitten? Zo, jij ziet er vrij gefotoshopt uit. Ik foto maken van jou. Jij snapt er geen bal van, hè, Mexicaantje? Ik houd Mexico ziek. Mevrouw, ben je ermee getrouwd? Ik niet getrouwd met vrouw. Ik gulp je van vrouw. Gulp je? Zie, ik grote gulp. En grote klop, wat staat er op dat mooie bling-bling medaillonnetje van jou? Goeie, mogen wel kijken. Is heilige Marie. Wel lekker zeker, zo'n heilige Marie aan je nek. Zie, is goed voor die zelfvertrouwen. Dat dacht ik al. Ik kan heel goed zingen. Zullen wij zingen? Goed, Dick. Wij zingen. Muzika! Ik ben een Mexicaanse jongen. Daar ga je niet onder gebeuren. Want ik ben een ander zonder zal ik zijn.
Ik heb een snoer en zwarte ogen. Thank you.
burgemeester. Ik ben helemaal niet tevreden. Vanmiddag komt die camera ploeg en de hele stad is... Het dorp en de stad. Bemoei je er niet mee, wij zus. Maar... Bemoei je er niet mee. De hele stad is één grote chaos. Ik kan niet eens ongestoord mijn openingsspeech houden. Ik vraag maar één ding. Houd de stad onder controle totdat die tv-ploeg geweest is. Zo moeilijk is dat toch niet? 2 dagen zullen jullie wegblijven. Maar nee, na een paar uur beginnen jullie de heren al onder te kotsen. Hadden jullie niet iets leukers kunnen bedenken om met ze te doen? Vanaf nu wil ik dat alles verloopt volgens plan. Ik duld geen enkele ongeregeldheid meer. Ik kom op televisie met deze prachtige stad. En dat laat ik mij niet ontnemen. Mogen jullie dat doen? Dit is een kraan. Wat komen jullie hier doen? Dit is een besloten vergadering. Waarom hebben jullie ze niet tegengehouden? Nou, ze waren heel sterk. En gewelddadig. Wist je gerne een paar vragen stellen? Ik beantwoord geen vragen. Geht het weer goed met die meisjes? Het gaat prima met die meisjes. Ze werden kotsmisselijk van die vragen van jullie. Maar dat waren niet onze vragen. Dat waren die golven op die zee. Dat was uw vraag. Wie heeft het antwoord? Goedendag dus. Wij moesten gern het contract van de overdracht van de grond inkoeken. Dat ligt in de kluis. Wij wachten wel even. Dat ligt in je kluis en de sleutel is kwijt. Ja, de sleutel is kwijt. Ja. Dan heb ik nog een vraag. Mevrouw Jeltje Josinga. Waar is zij? Is zij in Canada? Of is het Mexico? Mexico! Ja. Ik versta. Geen weer. Wat heb ik nou aan jullie? Kunnen jullie die twee amateurs niet tegenhouden? Dan had ik nog een vraag. Die heer Optiller. Leendert Optiller. Kent u die? Leendert Optiller. Nooit van gehoord. Men heeft u samen gezien? Ik zeg u, ik ken de heer Optiller niet en ik ben zeker met hem niet in de jachthaven geweest. U bent met de heer Optiller in de jachthaven geweest. Ik zeg u net, ik ken de heer Optiller niet en ik ben zeker niet met hem in de jachthaven geweest. Goedendag. Ja, ik versta. Geen meer maar. Dank voor uw bereidwilligheid. Ganz nett van u. Deze handschoenen, zijn die misschien van u? Nee, die zijn niet van hem! Die zijn niet van jou! Die zijn niet van mij! Oké. Dat was het. Dank u. Volkomen waardeloos zijn jullie! Dat kammetje omhoog zullen we maar vergeten! En die opslag ook! Hebben jullie nog iets te melden? Vannacht hebben we de geest van de oude monnik verslagen. Hij viel 2 kinderen lastig en we hebben hem met onze blote handen verjaagd. Blote handen en gevaar voor eigen levens? Ja. Veel succes met jullie fabeltjes, maar daar trap ik niet in. Er zit wel een kern van waarheid in, Wilma. Mijn dochter... Ja, meisje, begin jij nou ook al met die onzin? Ik wil hier geen tijd aan besteden. De vergadering is afgelopen, jullie mogen gaan. Zijn we thuis? Wat heb jij gedaan met die Optiller? Of kan ik nog meer verrassingen verwachten? Maak u zich geen zorgen, burgemeester. Dat heb ik
helemaal geregeld. En die handschoenen? Dat hebben we toch prima geregeld? We? Mexicanen, tuigen ze het. Erg crimineel ook. Nou ja,
Ja, ik bedoelde eigenlijk ongedierte, als in muizen en ratten. Oh, ratten, ja, ratten hadden we ook, die vraat aan een mais. Ja, ja. Ik versta. Gehen wir mal. Mooie pet. Een echte Calvin Klein, niet? Zo heb ik mij al heel lang gewenst. Du al, niet? Ja, ja. Er klopt iets niet. Jeltje is helemaal niet geëmigreerd naar Canada, hè? Ik heb zo'n voorgevoel. Maar ik kom er wel achter. Thank you.
Eigenlijk zouden wij best een mooi paar kunnen vormen. Wilma en ik. Nooit zo over nagedacht, maar... Nu ik erover denk, waarom niet? Volgens mij ziet zij mij ook wel zitten. Ze heeft een mooi huis, een goede positie. Volgens mij moet ik maar eens een kansje wagen. Zo, wat heb jij jezelf uitgedost? Nou, naar een feestje of zo. Nou ja, ik dacht hè, voor de tv moeten wij wel overkomen als een mooi burgemeesterspaard. Burgemeesterspaard? Wat haal jij in godsnaam in je hoofd? Nou, niet. Het is maar bij wijze van spreken. Rare wijze van spreken. Maar, ter zake. Ja, ter zake. Ik heb een wervende speech voorbereid. Jij hebt een speech voorbereid? Ja. Yeah. Hoe kom je daar nou bij? Ik doe het woord! Ik ben beeldvullend en beeldbepalend. Jij moet er alleen voor zorgen dat ik alle aandacht krijg die ik verdien. En verder op de achtergrond blijven met je mooie pak aan. Is dat duidelijk? Goed, naar het Wilma Rotstrap aan. Ik heb het niet.
Jantje, ik heb die bek van continent voor mijn verjaardag gekregen. Ik praat niet meer met jou. En dat komt in mijn broer. Alles zou voor jezelf willen houden. Niet waar. Ik ga weg. Zo zou ik. Oh, nee. Oh, wat is er met jou? Oh!
voltreffer. Boem! En ik viel op de grond. En ik hoorde een engeltje zingen. Domineetje, domineetje. Hier is de dader! Met een rokend revolver in haar hand. Wedermaal rotsmat? Ja!
zoren zijn uw houding niet. Check, Poeter. Neertje, Poeter. Of toch iemand anders? Ja, nu spannen haar. Adam, we hebben een getuige gevonden. Kapitaal, jullie steeds waren. Ja, Rookje.
Mm-hmm.